Hallo, welkom. Dit is Gigi, mijn naam is Peter en vandaag een nieuwe aflevering van Uncharted 4 Thief's End Part 18. Vandaag gaan we het nieuwe hoofdstuk doen. Vluchten kan niet meer. Vorige keer hebben we allemaal vallen tegengekomen. En we zitten nu. Voilà. Weet het niet echt, maar oké. Waarom kan ik hier niet op? Oké, dan kan ik het wel. Maar moet je hier naartoe, dus ja. Of toch niet. En daar naartoe. Doe dat. Wat jou allemaal piraten schepen, man. Beide veel ook gewoon. Perfect, dat was even een mooie sprong, vind ik toch. Oké, dan gaan we nu even naar hier zo. Sam heeft ze dus bedrogen, denk ik. Ja, die loopt daar. Rennen, terwijl staat gekeken naar die granaat. Oké, nu pak ik toch een RPG. Hoe groter ze zijn, hoe lastiger het is ze uit te schakelen. Nou, daar
is het antwoord. Zo blij geweest om jullie te zien. Ja. Dan zullen we eerst even van het kutstrand af. Ja. Hebben jullie mijn aansteker gevonden? Wacht een keer, en nu? Wacht, hè. Dat is niet wat ik wil. Het is wel echt chill, hè. Slow motion en zo. Ai, mijn RPG, man. Waja. Links van je. Wacht, zijn er nog zo'n coole mods? Dat zou echt chill. Spiegelen bij dood van hebben. Bullet time. Nee, we doen. Man, dat is raar. Dat
Daar zijn ze. Ja. Stop nu. Ja, goed. Ja, dat is een beetje, ja, heel slecht, hè? Okay, let's go.
Salut. Hol die RPG! En wacht dat je naar weg komt! Doei! Oké, het speelkwartier is voorbij. Vaderland, klootzak. In mijn hoofd klonk dat beter. Goed werk, knul. Ja, bedankt voor de hulp. Kom hierheen. Krijg je daar wel weg. Ha, heel graag. Thanks. Ja, je bent precies op tijd. Ja, nou, een beetje zenuwachtig van het wachten op jullie. Ja, nee, eerst moeten we Sam en Lena vinden. Hey, alles oké? Okay? Ja. We hoorden die explosies, we dachten... Ja, dat was hij hier. Ah. We moesten weer eens kijken. Hoe is het met jou? Goed, het was soms even spannend, maar hij beschermde me. Hey. De slak had zo in mijn gezicht, hè. Kogel schampt in mijn schouder. Ja. En jij? Rotswand. Schamte mijn gezicht. Hoe kwam je van Rave af? Hij leidde zijn mannen zo naar een van Avery's vallen. Slim. Hey, luister. Even over elke zoon en zo. Hey, joh. Daar hebben we het later wel over, oké? Waar is het? Op het strand, andere kant van de stad. Goed, ik hoop dat al die herrie niet te veel aandacht heeft getrokken. Ik ook. Wow. Sorry. Wat gaan we doen? Wat denk je dat we gaan doen? Zorgen dat we hier wegkomen. Oké, dat kunnen we doen. Of we kunnen de andere kant op gaan. Dan zijn we daar sneller. Dan zijn we waar sneller? Bij Avery's schat. Wow. Ik bedoel, Rave zal er helemaal omheen moeten. Hey, en wij fuck kunnen... Rave. Hey, Victor, met alle respect hoor, jij maar we weet kunnen... gewoon niet van ophouden. We kwamen hier allemaal voor hetzelfde, toch? Wij zijn hier niet voor de schat gekomen, wij zijn hier voor jou. En dat waardeer ik ook. Echt waar. Maar het gaat goed. En we hebben een voorsprong, voorlopig. We kunnen dit. Nathan, kom op. Huh? Kijk nou eens. Oké, Avery liet alle schepen op dit eiland zinken. Weet je waarom? Omdat hij zijn schat absoluut niet wilde kwijtraken. Precies. Al ging dat ten koste van de mensen om hem heen. Omdat hij wilde dat niemand hem volgde. Want hij ging er vandoor. Kijk hier eens. Oké. Dit is zijn kaart van het eiland. Oké? Dit is zijn schip. Precies onder die berg daar. Dat is waar onze schat is. En dat is precies waar Rave nu heen gaat, terwijl wij hier als idioten staan te bekvechten. Oké, maar wat als hij al weg is? En zijn schip is ergens verzonken, midden op de oceaan. Dan zoeken we toch uit waar het gezonken is. Oh, jongens. Hoe lang zijn we hier al mee bezig? Wij samen. Ik bedoel het niet verkeerd, maar... Zij snappen het niet. Jawel, Sam. Dat doen ze wel. Dat doen ze echt. Oké. Ja, geloof me, ze kennen deze obsessie nog al te goed. Maar Sam... Er zijn toch geen kinderen meer? Echt niet. En we hoeven niets te bewijzen. Waar is dat vliegtuig? Deze kant op. Oké. They will join the Enterprise, okay. En als Shoreline nu in een hinderlaag is bij het vliegtuig? Liggen ze niet. Hoe weet je dat nou zo zeker? Omdat ze op weg zijn naar de berg. Voor de schat. Hierheen. Daar is ze.
Ah ja, daar is. Hoe ben je hier gekomen? Nee, ik ben van een paar muren gesprongen, maar ik denk dat we een andere route moeten zoeken. Shit, wat is dat? Het kwam van de berg. Het zijn even eens vallen. Hey, dat betekent dat ze zichzelf opblazen. Nee, het betekent dat ze goed zitten. Hey, kom op. We moeten ons niet laten afleiden. Daar omlaag gesprongen, maar het is te hoog om terug te komen. Ja, misschien kunnen we er iets onder zetten. Deze kar misschien. Ja, dus. Het kan allemaal. Help me even, Sam. Oké. Ja, hier. Hey jongens, hier doorheen. Wow, moet je dat ding zien? Het is een soort kabelbaan. Zou hier nog werken? Moet ik dat nu te weten komen dat hij nog werkt of niet? Wacht ik, hè? Er is geen bediening, maar ik kan het platform wel met mijn touw trekken. Waar ben je nou mee bezig? Weet ik nog niet. Misschien kun je bij dat houten platform daar beneden komen. Kijk, zo komen we ergens. Ik wil zo graag weer in mijn eigen bed liggen. Zo dichtbij, toch zo ver weg. Ik heb een idee. David, help mij even. Oeh, nou, goed idee. Victor, kun je me even komen helpen? Tuurlijk. Ga maar, Nathan. Zo, wij houden hem omlaag, jij springt naar de overkant. Ik heb het gehaald! Oh, wacht, zo. Oké, ga maar. Dit is best een indrukwekkende constructie voor een stelletje piraten. Dit is nog niks. Je had een lift in moeten zien. Wacht, dat is een lift. Enorm. Oh. Ga je vast. Alles oké? Okay? Ja, het is net een achtbaan. Kom maar naar boven, Nathan. Oké, Nathan, klim omhoog, dan trek ik je op. Oh shit! Snel, spring het over, snel! Nee, geef me je hand. Oh, wow. Sam! Verdomme. Sam, kom op! Huh? Oké. Okay. Kom op, springen, ik vang je. Kom op!
Nee, nee, als je dat maar uit je hoofd laat, hoor je me? Het spijt me dat ik jullie het aandoe. Jullie allemaal. Nee, dat maakt allemaal niets uit, oké? Kom, spring dan maar. Ik moet dit gewoon afmaken, Nathan. Sam, hey, luister. Als je dit doet, kom ik je niet helpen. Hoor je me? Het spijt me. Sam! Sam! Hij had je door. Dit overleeft hij echt nooit. Kom mee. Het zijn waarschijnlijk gelijk. Oh, absoluut. Kom op. Hierheen. Misschien kunnen we hem inhalen. Ga hem redden, dan krijgt hij een dreun. Oké, laten we ons eerst maar eens op het redden richten. Dat denkt hij wel niet. Ik bedoel, na alles wat we... Was het niet genoeg zo? Laten we maar zoeken. Hé, hey, hiermee kunnen we de muur over. Kom op! Zo, heb eens. Kan ie? Wacht even. Gelukt. Oké. Zo dan. Zie je wel? Zo gaat het niet lukken. Niks nu. Nee, het lukt wel. En hoe moeten wij daar nou verdomme boven komen? We hebben geen tijd meer. Waarom kan ik niet eigenlijk gewoon dat touw smeten dat wij altijd aan hem? Eentje. Luister, ik ben zo terug, oké? Luister, hij gaat echt niet zomaar met je mee. Dan sleep ik hem mee als het moet. Maar hoe dan ook, ik haal hem terug. Nou, zet jij dat vliegtuig zo dicht mogelijk bij de berg. En zorg ervoor dat we snel weg kunnen. Alsof het ooit anders gaat. Niet eerlijk. De afwas, het is jouw beurt. Dus zorg maar dat je heel huis terugkomt. Ik hou van je. En ik van jou, cowboy. Oké. Oké, maar dat doen we in de volgende aflevering. Anders bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.